Hello everybody, welcome to a new party vlog. I'm going to Shockers today. As you can see, I'm already in my car. I went to the GPF XXX show yesterday, stayed over at some friends. Had so much fun, so check out the vlog if you haven't yet. So today I'm going to Shockers. I've been there twice before, always had a great time. It is during the day, I'm gonna admit. I'm a little bit late because I really needed a nap. But I'll be there at, I think, around 3 and it's still 1. So enough time to party. The lineup is really good. Let's get into it. So there is two areas today. A lot of artists actually, because there are a lot of live sets. But I'm just gonna go through a few of them. We got Public Enemies, we got Rejecta, we got Act of Rage, Disturb, we got Ruler, Mindless Militia, we got Delete, we got Malice, and Vital, Killshot, Encrypta, Tyrant, Luminite, The Purge, and many more. So I got a light snack with me and I'm gonna drive. I'll see you guys there. As usual, if you know Dutch, please turn on the subtitles, and I'll see you guys at Shockers. Woo! Woo! Thank you.
Jongens, ik ben bijna thuis. Ik ben absoluut gesloopt van dit weekend. Ik weet niet of ik het kan horen, maar mijn stem is half weg. Ik heb het wel echt super leuk gehad. Jokers was weer super tof, net zoals vorig jaar. Het was enige nadeel vond ik best wel druk af en toe. Dus daardoor ging de tweede zaal ging regelmatig dicht als het te druk werd. Maar voor de rest, keihard genoten. Waterflesjes hadden doppen. Dat is echt super chill. Heel veel goede sets gehoord. Er is natuurlijk heel veel gedraaid omdat er veel livesets waren. Dus heb je korte sets. Maar bijvoorbeeld Active Rage versus Disturb was super dik. Op laatst had je en Vital en Killshot was echt heel erg nice. Chris One was echt een knijte goede set. En The Lead heeft er echt iets heel diks neergezet. Was echt heel erg nice. Ik vond het gewoon echt super leuk weer. Dus dankjewel voor het kijken. Ik heb echt super veel zooi vibe vanwege gisteren. Maar like en abonneer zou ik zeggen. Ik doe tussen nu en kerst 1 of meerdere giveaways op mijn Instagram. Weet je, kerst te vieren en wat leuke collabs en zo. Dus volg me op Instagram als je het nog niet doet. Like en abonneer. Laat me weten wat je van Shockers vond. En ik ga lekker warm douchen. Het is best wel een beetje koud. Jongens, bye. Oh, hi. Baby's, kom binnen. Wat? Baby! Gunther!